Welkom bij Pure Energie Eredivisie Vrouwen, de talkshow. Vandaag gaan we het hebben over de 13e speelronde in de Eredivisie. We bellen met de Wie heb ik aan de lijnlijn? En we praten over de tranen van Daphne Koster. Rivka op het veld, Sanne van Dongen en Naomi Hilhorst zijn mijn gasten. Ik heb er zin in. Wij gaan beginnen. Dames, welkom. Sanne, druk weekje gehad? Ik heb altijd druk. Altijd druk. Gestemd, zag ik? Ja, ik heb zeker gestemd. Het was iets minder, de uitslag was iets minder dan ik had gehoopt. Maar nou ja, aan mijn stem heeft het niet gelegen. Nou, gaat spotlood. Ja, gaat spotlood. Ik mocht hem meenemen. Dus, ja, ik niet. Het was wel echt een beetje Je mag mij er wel hebben. Ik heb er niet zo heel veel waarde aan. Neem je volgende week maar mee. Ja. Tweede gast hier aan tafel. Ja, die stond er met haar neus bovenop toen de Oranje Leeuwinnen Europees kampioen werden. En dat was ook niet zo gek, want je bent de presentatrice van NOS Studio Sport. Rivka op het veld. Superleuk dat je er bent. Welkom. Ja, vind ik ook. Dankjewel. Ja, los van het voetbal eventjes. Wat was een hoogtepunt voor jou dit weekend? Nou, dan heb ik weinig andere hoogtepunten, want ik had echt een voetbalweek. Ik heb alleen maar het hele weekend gewerkt, midweekse speelronde nog. Dus, maar hoogtepunt was natuurlijk stemmen. Dat vind ik echt een feestje om te doen. Nee? Ja. Was jij wel blij in tegenstelling tot Sanne? Daar kan ik geen uitspraak over doen. Oké, daar gaan we het later over hebben. Ze was niet blij. Ze was niet blij. De laatste gast hier aan tafel. Ja, helaas vorige week een zware knieblessure opgelopen in de wedstrijd tegen Ajax. Dus we gaan na dit seizoen niet meer in actie zien. Maar we zijn wel heel blij dat je hier bent. Naomi Hilhorst, speelster van PEC. Welkom. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het nu met je? Ja, op dit moment gaat het wel goed. Alleen, ja, het is nu afwachten op de operatie. En ja, dat is over 3 weken waarschijnlijk. Dus ja, nu gewoon voor de krachten in mijn benen nog trainen, zeg maar. Dus ja. We zijn blij dat je hier zo vroeg bent. En dat komt door je vader, want die heeft jou gebracht. Even een shout-out naar Alwin. Die zit beneden, dus fijn dat je er bent. Ja, dank je. We gaan het hebben over speelronde 13. En dat was weer eentje met mooie wedstrijden. De uitslagen die waren als volgt. Twente die wint met 9-0 van VV Alkmaar. En daarmee scoort Twente 22 keer in 3 wedstrijden. PEC wint van Heerenveen met 1-0. Ajax wint met 4-1 van Excelsior. En ADO pakt een punt tegen koploper PSV. Het werd 1-1 in Den Haag. Stand is hierdoor als volgt. PSV op 1 met 31 punten. Twente op 2, 29 punten. Ajax op 3, 28 punten. En ADO op plek 4 met 20 punten. Ja, Rivka zei net ook al. Woensdag werd er ook nog een inhaalwedstrijd gespeeld. PSV-Ajax, de topper. 2-1 werd het in Eindhoven. Was het terecht, Sanne? Ja, vond ik wel. Ik voorspelde 2-1 trouwens. Moet ik nog even credits even zeggen. Nee. Ja, het kon natuurlijk 2 kanten op. Maar de eerste helft was echt een hele slordige, rommelige wedstrijd. Alles speelde zich af tussen de 30 en 60 meter. Niemand kwam echt in het strafschopgebied. Het was echt een flipperkast. De bal werd niet vaker dan 3 keer overgespeeld naar de juiste ploeg. En het was niet echt, om aan te zien, als ik het dan maar zo moet zeggen. Uiteindelijk, als je dan moet kiezen wie kwam er het beste uit, was het wel PSV. Dus als er dan een keer een uitbraak was of iets van dreiging, kwam het elke keer wel weer van de kant van PSV. En in de tweede helft werd de wedstrijd wel wat iets meer open. Maar toen stond het al heel snel 2-0. En Ajax kreeg het gewoon niet voor elkaar om nog echt gevaarlijk te worden op één moment na. Dan natuurlijk Marjolein van der Bichelaar. Wie anders? Die krijgt hem er toch nog wel even in. Klein beetje geluk natuurlijk, want de bal werd van richting veranderd. Maar alles bij elkaar opgeteld zat er bij PSV gewoon meer geloof. Meer energie en verdiende overwinning. Ja. Ajax had misschien ook wel een tikkie gehad tegen jullie, Naomi, verloren tegen Zwolle. Dan verliezen tegen PSV. Hebben ze zich herpakt, vind jij, Rivka, tegen Excelsior? Nee, vind ik niet echt. Ze hebben natuurlijk wel gedaan wat ze moesten doen, namelijk 3 punten pakken. Maar ik zou zeggen, als je 2 keer achter elkaar hebt verloren, zo vlak voor de kampioenspool, dan wat ik heel erg miste was overtuiging en energie en een soort van passie. En echt dat Ajax-spel. Dus ik zou zeggen, Excelsior is dan, een beetje een makkelijk slachtoffer. Dus ik zeg, dan ga je daar helemaal 100% voor moraal opkrikken en dan win je met 8-0. Maar ze hebben in de eerste helft überhaupt niet gescoord. Ze hebben een tegendoelpunt gekregen, wat bijna niemand overkomt tegen Excelsior. Ze hebben gewonnen. In de tweede helft ging het wel wat beter. Maar ik miste nog steeds. Het was nog steeds slordig bij vlagen. En ik miste nog steeds die echte grote kansen creëren. En echt dat vuur.
Ja, echt de overheersing eigenlijk op het veld. Ja, alleen kansen creëren. Het lukt ze gewoon niet om net die paas richting de kans. Dat gebeurt gewoon niet. En dat is wel iets, dat heeft toch wel in mijn ogen, er zit een soort onderliggend vertrouwenskwestie. Of dat je, weet je wel, dat je lekker met elkaar op elkaar bent ingespeeld. Dat je elkaar aanvoelt. Dat je in een soort winning mood zit. Dat je ook dat momentum kan pakken tegen bijvoorbeeld PSV. Je voelde dat dat mist bij Ajax. En het is op zich niet erg dat dat nu gebeurt. Maar dat moet wel heel snel gaan komen. Want ja, die play-offs komen eraan, ja. Dus ze moeten wel. Ja. Een andere wedstrijd die opviel, ADO-PSV, denk ik, Rivka. Mooie wedstrijd. Ja, zeker. Ja, ja. Ik was er gisteren bij in het stadion. En ik vind ADO echt een superleuke ploeg. Die hebben zoveel jong talent. Ze zijn echt steeds beter gaan voetballen ook. En gewoon heel knap gedaan van ADO. Het was een leuke eerste helft. En ADO is natuurlijk echt een vechtploeg. Dat zit echt in het DNA daar. Nou, dat was te zien, want volgens mij is niemand er ongeschonden uitgekomen na 90 minuten. Ik vroeg aan Mandy van den Berg nog of dat die krassen op haar gezicht waren. Maar dat bleek er hond te zijn. Dat was niet helemaal. Dat was kan het ook niet nog. Helemaal. Ja. Nee, maar gewoon heel knap van ADO. En ik vind het echt een leuke ploeg. Er is veel jong talent. En ze spelen bij Vlagen superleuk voetbal. Dus ja, verdiend. Ik had ook een klein beetje geluk. Ik denk dat de scheidsrechter op twee momentjes even de ogen in de zak had gestoken en ze er weer in had gedaan. Want volgens mij had PSV zeker één penalty moeten krijgen. Dus ik denk dat er nog een grote bos bloemen achteraan is gekomen. Zeker, ja. En PSV was er natuurlijk ook al. Volgens mij heeft Esmee Brugge nog een keer op de paal of de lat geschoten. Dus er had wat dat betreft meer ingezeten. Maar als je kijkt naar de vechtlust, dan vind ik het wel verdiend dat ADO gewoon een punt heeft gepakt. Ja, is een mooi voorbode voor de play-offs. Ja, zeker. Ja. Ik denk echt dat ADO echt een misschien wel beslissende rol kan spelen. Want dat is echt een ploeg waar ze het lastig tegen gaan krijgen. En ADO doet het ook altijd beter tegen de grote ploegen, gek genoeg. Die hebben punten verloren tegen Excelsior. Maar ik geloof 4 punten tegen Twente dit seizoen. Alleen Ajax heeft er makkelijk van gewonnen, grappig genoeg. Ja, het was trouwens wel grappig dat Jacques Polak best wel boos was na de wedstrijd op de attitude van PSV in general. Ja, jij hebt hem gesproken, Riff. Ik stond te wachten op de interviews. Ik deel dan de camera van de NOS met ESPN. Dus ik zat eerst te luisteren naar zijn interview met ESPN. En toen ging hij opeens helemaal los op de trainer van PSV. En dat deed hij daarna ook nog een keer bij mij voor de camera. Over dat hij vindt dat PSV arrogant is. En dat ze niet zo hard moeten roepen dat ze de titel gaan pakken. Want hij vond een beetje dat je daarmee ADO onderschat. Ja, hij miste een beetje respect naar ADO toe vanuit PSV. Nou moet ik zeggen dat ik weet niet precies waar hij het vandaan had. Maar ik vond PSV, ik heb dat niet zo heel erg gemerkt bij PSV. Ja, ze misschien staan in de wandelgangen, dat weet je niet. Ja, dat zou kunnen, dat zou kunnen. Maar ik moest wel heel erg om lachen. Ja, even het vuurtje opstoken. Ja, en nog een opvallend ding bij PSV was dat Joelle Smits corona bleek te hebben. En dat vond ik nog wel tricky. Want die is woensdag heeft ze nog tegen Ajax gespeeld. Zeker. Maar ook nog Oranje Leeuwinnen spelen. Ja. En bij PSV natuurlijk ook. En donderdag wordt ze positief getest. Nou, iedereen natuurlijk als een malle sneltesten. En bleek dus dat niemand het had. Maar moet je even voorstellen hoe slecht het had kunnen aflopen. Zeker. Want dat ook zomaar kunnen zijn dat ook de aankomende meeting met de Oranje Leeuwinnen niet was doorgegaan. Want als iedereen corona had gehad, dan was dat natuurlijk ook wel een probleem geworden. Ja, het blijft toch tricky. Dus, ja, het blijft tricky, maar het is gelukkig goed gekomen. Goed afgelopen. Ja. Dan even naar PEC, Naomi. Ja, jullie winnen met 1-0 van Heerenveen. Je kon er niet bij zijn, je kunt niet spelen, maar je mag ook niet mee vanwege de coronamaatregelen. Daar zijn ze weer. Hoe heb je gekeken? Ja, ik heb de livestream bekeken. En ik zag wel dat de wind meespeelde in die wedstrijd. We hadden niet heel makkelijk als het 2 weken ervoor was, zeg maar. Ik ben blij dat we hebben gewonnen. Want we hadden gewoon alle controle over de wedstrijd. En dat was dan ook zeker verdiend daarvoor. Dus ik ben blij dat we gewonnen hebben. Ja, jullie komen daarmee op plek 5. Jullie gaan Heerenveen voorbij. Jullie vallen wel buiten de kampioenspool. Wat zijn dan jullie doelen nog dit seizoen? Ja, sowieso de 5e plek natuurlijk. Het is gewoon jammer dat je tegen Excelsior en Alkmaar al eerder zeg maar punten heb laten liggen. Want anders zaten we nu grote strijden voor de 4e plek. En dat is gewoon erg jammer. Want we konden echt meedoen als je nu kijkt hoe we spelen. Dus helaas. Wel met een prachtig doelpunt trouwens ook, hè, gewonnen. Zo, van Jill Diekman. Die zat er lekker niet normaal. Ja. Die zat er echt goed in. Dat was echt, echt een mooi goal, ja. Zij is echt zo ongelooflijk goed trouwens. Ook tegen Ajax. En ze is pas 17. En dan weet je wel, dan kijk je even 2003. Denk ik, oh mijn god.
Dat is 10 jaar jonger dan ik. Dat is wel reality check. Een reality check, maar echt ook gewoon hoe ook herenmeester hoe zij speelt ook tegen Ajax vorige week is echt overzicht. Ja, dus echt contract verlengd deze week. Contract denk ik, verlengd volledig terecht. Sowieso niet de eerste die haar contract verlengt bij PEC Zwolle. Wat echt wel, nou ja, als je dat over 2 jaar ziet wat daar dan allemaal rondloopt, ja. Dan ben jij ook weer hersteld van je kruisblessure. Dan gaan jullie, dan ben ik pas echt benieuwd wat jullie gaan doen. Ja, dat vind ik ook echt leuk nu aan PEC. Want jullie hebben zo'n getalenteerde groep. Er zitten echt een paar hele goede speelsters tussen, waaronder jijzelf. En dat iedereen nu meerjarige contracten krijgt, betekent ook dat dus niet, ik denk dat een paar jaar geleden zouden, jij komt al van Twente af, maar ik kan me voorstellen dat speelsters als jij en Jill Diekman over een jaar alweer weg waren gegrist door Twente of misschien wel Ajax of PSV. En nu kan je echt aan iets bouwen. Dus dat is echt, ik ben heel benieuwd hoe PEC dat gaat doen de komende jaren. Maar is ook jouw reden geweest, toch? Dat je van Twente naar PEC bent gegaan? Ja, ik wou minuten krijgen en dan kan ik me laten zien. En ja, dat is dit jaar gewoon gelukt met de minuten en, die ik kreeg. En ik heb me kunnen laten zien. En dan is het nu weer tijd voor de pure energie. Wie heb ik aan de lijn? Zeker. Dan gaan we nu naar het meest spannende onderdeel altijd in onze talkshow, Sanne. Want ja, wij hebben 4 weken geleden een telefoon de Eredivisie ingestuurd. Ja. Afgelopen week had Shanique Dessing van ADO de pure energie. Wie heb ik aan de lijn? Ze scoorde tegen PSV, dus ik ben benieuwd of ze hem heeft durven doorgeven. Dus ja, ik zou zeggen, jongens, wie hebben we aan de lijn? Spannend. Als iedereen gaat scoren trouwens, die een telefoon krijgt, dan wil iedereen hem dan wil hebben, iedereen die telefoon hebben. Mooi goal inderdaad. Trouwens ook nog. Nee. Ik ben Kelly van Doren. Ah. Speelster van PSV inderdaad. Ah ja. Goedemorgen Kelly. Invalbeurtje gisteren? Ja, in de rust. Ja, gisteren 1-1 tegen ADO. Vond je het een terechte uitslag? Ik denk als je de tweede helft bekijkt dat we wel meer hadden verdiend. Maar ja, de eerste helft kwamen we niet echt goed voor de dag. Maar als je de tweede helft bekijkt, wel veel kans gecreëerd. 2 penalties die we mochten krijgen. Kregen we niet, maar ja, ze mochten we zeker krijgen. Moeten we inderdaad krijgen. Dus ja, overal denk ik dat we uiteindelijk nog wel de winst binnen hadden kunnen slepen. Maar als je kijkt naar de eerste helft, dan niet. Ja. En hoe ben je eigenlijk aan de telefoon gekomen? Heeft Shanique hem gewoon de bus ingegooid en gekeken wie vangt hem? Of heeft ze hem wel echt aan jou gegeven? Nou, via de teammanager. Want we mochten absoluut niet de gang op, zeg maar. Met corona en alle omstandigheden, zeg maar. Dus de teammanager had hem opgehaald en die had hem gegeven. Nou ja, wilde iedereen hem hebben? Dat vinden wij natuurlijk leuk om te horen. Of was jij gewoon van, nou, hier, jij zit er dichtstbij, hier is hij? Weet ik eigenlijk niet. Volgens mij, toen ik het zei, zei ze, oh, leuk. En dat ze ook hadden gekeken en zo. Dus het leeft wel. Kijk, ook even abonneren dan, hè? Je weet dus van deze week dat je ook scoort als je hem hebt gekregen. Want Shanique Dessing, die knalde haar begin. Ja, dat is zo. Oh ja, dat klopt. Dat is mooi dan, tegen Twente. Ja. Ik zou ook even in de gaten houden, mensen van Twente. Ja, volgende week is nog 1 wedstrijd voor de play-offs tegen Twente. Wat verwacht je van die wedstrijd? Twente steekt natuurlijk in de goede vorm. Dus ik ben benieuwd. Ik denk dat we heel erg aan elkaar gewaagd zijn. En het is denk ik voor ons ook belangrijk om gewoon een goed resultaat neer te zetten. Om met vertrouwen die play-offs in te gaan. Maar ik denk dat ik denk dat de teams aan elkaar gewaagd zullen zijn, zeg maar. Dus en jullie zijn heel benieuwd. Niet in je broek naar die 9-0 van Twente gisteren? Nee. Ik denk dat we gewoon vanuit onszelf moeten uitgaan. En als wij zelf goed zijn, dan kunnen we van iedereen winnen. Net voetbalantwoord. Zorgen dat zaterdag Sari, Mandy en Aniek allemaal heel goed slapen. Ja. Ja, dat hoop ik ook. Ja, dan laten we in ieder geval geen goals tegen als die 3 goed zijn. En geen corona krijgen, want weet je hoe het met Joelle is? Ja, volgens mij had ze wel een beetje last. Maar ik hoop dat ze zo snel mogelijk weer negatief test. En die hebben we natuurlijk altijd nodig. Zeker, dus, zeker. Wat ga je vandaag doen? Vandaag gewoon rustig aan. Mijn vriend is er vandaag, dus gewoon een beetje wandelen. Een beetje aan school nog. En dan is het alweer
dan is het alweer de volgende dag. Dat klinkt als een doorsnee coronadag. Ja, inderdaad. Iedere dag. Ja. Wat ga je vandaag doen? Is ook eigenlijk de slechtste vraag van de coronajaar. Ja, ja, niks. Als je nog ideeën hebt. Zelfs als gisteren. Een beetje wandelen. Ja. Nou, heel goed. Ik zou zeggen, veel plezier vandaag. En ja, geef hem door, hè, de telefoon volgende week. En dan bellen we maandag weer. Dus zorg dat diegene hem even oplaadt, desinfecteert en opneemt volgende week maandag. Dat komt goed, dat ga ik doen. Oké, super, dankjewel. Hè. Fijne dag vandaag. Jullie ook. Doei, doei. Doei. Succes, hoi. Ga naar jou. Ja, kruisbandblessure. Het gebeurde tegen Ajax. Had jij direct door, dit is foute boel? Ja, ik belandde gewoon echt verkeerd met mijn knie naar binnen. Ik hoorde knak en ik dacht al van, dit is niet goed. Maar ja, je houdt nog hoop die dagen daarna. En ja, 3 dagen daarna had ik een MRI, ja, uitslag. En ja, dat bleek niet goed te zijn, dus... Helaas, voor dit jaar is voor mij afgelopen. Zo. Alleen maar echt zo naar. Hoe reageerde je toen je het zei? Ja, als je definitief wordt, dan gaat er echt wel iets ja, in je... Ja, wat je echt denkt van, nee, dat is niet waar, toch? Dat je gewoon het hele jaar niet meer, ja, voetbalt. En ja, gewoon echt een grote revalidatie aan moet. Dus nee, dat was wel heftig, ja. Ja. Ja, want het duurt ongeveer gemiddeld genomen een jaar. Hoe kijk jij aan tegen het komende jaar dan nu eigenlijk? Nou, wel iets korter. Ja? 9 maanden. 9 maanden hoor ik. Iets ja, Sander is positiever dan positief, ik. Positief, hè? Positief. Het ligt eraan per persoon natuurlijk. Maar ja, nee, ik kijk er nu gewoon stap voor stap. En ja, ik ga gewoon de revalidatie. Gewoon ja, alles eraan doen wat ik kan doen. En ja, eerst maar eens de operatie goed genezen. En ja, dan gewoon stap voor stap ja, ja, aanpakken, zeg maar. Dus, ja. Ja, zijn er collega's met wie jij contact hebt die uit ervaring kunnen spreken, waarmee je dan een beetje kunt sparren? Ja, toevallig ja, Jonne van der Velde en Ella Permos. Ja, daar heb ik allebei wel mee gevoetbald. En ja, toevallig hebben wij nu alle drie. Dus ja, dus, ja, dat is ja, toevallig inderdaad. Maar ja, je kunt er wel mee over praten inderdaad. Ja, dat scheelt wel. Ja, Jonna van der Velde van Ajax. Eigenlijk ja, net zo'n talent als jij, Naomi. We hebben het hier iedere week wel over jou gehad. Hoe goed je het deed. Hoe erg je jezelf in de kijker speelde. Rivka, hoe is dat voor zo'n jong talent om dan in één keer zo teruggeworpen te worden? Nou, ik kan me voorstellen dat het heel pittig is. Zeker nu ook nog met corona. Dat je ook nog weinig andere afleiding hebt. Sorry. Maar ik denk ook dat je vooral, nou ja, inderdaad goed focussen op je herstel. Het positieve is, jullie zijn allemaal heel getalenteerd en nog heel jong. Dus je mist hier geen WK door. Ik denk ook dat je lichaam op die leeftijd nog veel veerkrachtiger is dan 10 jaar later. En het kan ook wel iets positiefs opleveren. Want ik denk ook wel dat je er heel goed van leert naar je lichaam luisteren. Waarschijnlijk gaat de focus veel meer op bijvoorbeeld krachttraining en dat soort dingen. Dus daar, ik heb zelf mijn kruisband afgescheurd. Veel minder getalenteerd dan jij, maar ik heb daar wel heel veel van geleerd over training, krachttraining, dat soort dingen. En mentaal kan je er ook wel sterk van worden. Ik heb toevallig gisteren een podcast geluisterd met Lucy Bronze en die zei, die heeft een best wel grote blessuregeschiedenis. Nu een van de beste speelsters van de wereld. En die zegt. Ja, speelster van Engeland ook. Ja, van Engeland en Manchester City. En die zegt. Ja, ik zou het niet willen veranderen. Want ik heb er ook heel veel van geleerd. Ik ben er heel hard van gaan werken. En dat heeft mij ook gevormd tot de speler die ik ben. Dus ja, het is helaas iets dat heel veel voorkomt. Want het is inderdaad. Zeker in jouw generatie zijn er echt. Zijn er veel, helaas. Maar ja, het komt veel voor. En ik denk ook. Nou ja, hopen dat je er ook de positieve kant van kan zien over een paar jaar. Ja, maar het komt ook veel voor bij vrouwen, toch? Heel meer veel dan bij mannen. Meer dan bij mannen, ja. Daar is ook allerlei onderzoek naar gedaan over stand van de bekken en over of je een hogere kans hebt op een kruisbandblessure als je ongesteld bent. En nou, dat ziet er allemaal wel naar uit dat dat dus inderdaad meeweegt. En nou ja, nu dus 3 grote talenten, maar je kunt ook in Nederlands elftal. Ilem Abali bijvoorbeeld ook nog. Ja, ja, inderdaad. Je hebt gewoon. Het zijn ook vaak op jongere leeftijd. Mm-hmm. Nou, sommige René Slegers die heeft het geloof ik 3 keer afgescheurd. Dus het gebeurt ook wel wat ouder. Maar het is wel echt iets van als je nog misschien niet helemaal ontwikkeld bent, heb ik het gevoel. Wat jonger. En dat je dan gewoon je spieren nog niet sterk genoeg zijn. Nou ja, dan misschien dus nog je bekken, whatever. En voor je het weet, nou ja, ik denk dat het misschien wel 1 op de 4 is bijna. Of overdrijf ik nu? Ja, dat weet ik niet helemaal, maar het is wel, ja, er zijn weinig vrouwen die het niet hebben gehad. Maar het is wel waar wat jij zegt, want
Voetbal is natuurlijk van origine in heel veel, de ogen van heel veel mensen, zoals heel veel in de wereld, van mannen. En daardoor is er zo weinig onderzoek nog gedaan naar inderdaad, wat is het effect van hormonen? Moet je op een andere manier trainen? Moet je anders met je lichaam omgaan? En daar is nog zo'n wereld te winnen. Daar zijn ze in Engeland wel veel verder mee. Maar ja, volgens mij valt er nog heel veel te winnen. En ik denk dat als ze dat goed doen, dat dan misschien over 10, 20, 30 jaar er ook minder kruisbandblessures zijn bij vrouwen. Ja. Ja, Naomi, je zei het net ook al even, je was gewoon echt lekker bezig. Je had jezelf al goed kunnen laten zien. Was je al ja, misschien toch een beetje verder stiekem aan het kijken van wat na dit seizoen? Waar liggen je ambities? Nou, ik had sowieso nog een seizoen bij PEC. Dus ja, ik wou gewoon die 2 jaar dat ik onder contract stond, gewoon alles aan mezelf halen. En dan zie ik wel weer. Maar ja, nu heb ik dat 1 jaar ja, kunnen laten zien. En ja, nu helaas even niet meer. Maar zodra ik weer ja, terug ben, ja, ga ik me ook gewoon weer laten zien. Dus ja. Nou, je hebt wel een visitekaartje afgegeven. Voor je het weet staat Twente weer voor de deur, denk ik. Nou ja, we gaan het zien. Terughalen maar. Eerst maar eens goed revalideren. Ja. Goed geantwoord. Ja, dan mag je het even zwaar krijgen. Volgens mij mag je dan Sanne en Rivka bellen. Want die weten alle twee wat het is. Dus ja. De nummers uitwisselen en dan geven ze je zo'n pep talk. Precies. Heb je eigenlijk alleen je kruisband afgescheurd of ook nog overige schade? Ja, voorste kruisband. Ja, het kapsel moet dan ja, gemaakt worden van die pees een beetje. Mm-hmm. Ja, en een heel klein scheurtje in de meniscus. Maar dat kan in principe wel weer zeg maar, aan elkaar groeien. En als dat niet zo is, gaan ze het onder de operatie gewoon ja, aan elkaar maken. Ja. Dus dat maakt niet heel veel uit. Door ja, collateral damage of zo, ja. Kruisband is het ergste. Dus, ja. Dat... ja. Ja. Gaan we verder naar ons bijzondere team in deze talkshow. We bouwen aan het ING Best Team Ever. Een elftal met de beste speelsters die ooit op de Nederlandse velden gespeeld hebben. Samengesteld door bekende liefhebbers. En vandaag is het de eer aan presentatrice van ESPN, Freysia Cousinho-Arias. Mijn nominatie voor Best Team Ever. Moeilijke vraag wel, want er zijn natuurlijk meer vrouwen die deze nominatie wel verdienen. Maar ik kies voor Daphne Koster. Absoluut boegbeeld natuurlijk. Eigenlijk bij het grote publiek ook wel bekend. Maar ja, zeer vooruitstrevend eigenlijk altijd geweest als speelster. Ook altijd heel uitgesproken geweest. Steekt nooit haar meningen onder stoelen of banken. En dat is wel wat vrouwenvoetbal echt nodig heeft gehad. Nu ook als beleidsbepaler actief. Manager bij de Ajax-vrouwen. Dus zij verdient sowieso een plekje. En met Jackie Groene en Leonne Stendler begint het al een beetje vorm te krijgen. Dan kan Koster mooi in het centrum samen met Stendler spelen. Ja, dankjewel Freysia. We hebben inmiddels 4 namen voor het Best Team Ever. En om te zorgen dat alle posities een beetje goed bezet zijn, hebben we hier een prachtig tactiekbord. En Sanne die heeft daar de namen opgeschreven en Koster komt daar nu bij. En dan kunnen we eigenlijk iedere week eventjes kijken welke posities we nog missen. En die dus nog toegevoegd mogen worden. Mag nog wel een aanvaller bij zo te zien. Ja, ja. Ik heb wel een paar ideetjes daarover. Nou, volgende week gaat iemand anders het toevoegen. Dus kleine tip van ons, een aanvaller. We hebben het over mijn spreekbeurt. Dankjewel Sanne. We hebben het over lijstjes. Jij bent ook van de lijstjes, Rivka. Want jij maakt ieder jaar een lijstje met ja, de 20 meest getalenteerde speelsters die we in de gaten moeten houden, hè, in de Eredivisie. Ja, klopt. Hoe is dat zo ontstaan? Ik heb dat nu 3 jaar gedaan. 2018 was het voor het eerst. Voor de mannen deden we dat al een tijdje bij de NOS. En voor de vrouwen eigenlijk nog helemaal niet. Dus ik ben daar 3 jaar geleden mee begonnen. En het is best wel een klus. Omdat er natuurlijk veel minder te vinden is over vrouwenvoetbal. Dus ik zit gewoon eigenlijk het hele jaar door keurig te scouten. En dan rond oktober, november word ik een beetje gestrest. En dan denk ik, oh nee, ik moet er nog zoveel. En daar komt dan elke keer een lijstje uit. En dat, nou ja, dat zijn dan. Het is vooral, weet je wel, het is niet om druk op mensen te leggen. Het is gewoon meer een steuntje in de rug. En ook voor het bredere publiek om te zien. Ja, je hebt Jackie Groene en je hebt Sari van Veenendaal. Maar er zijn ook heel veel leuke jonge speelsters die je misschien nog niet kent. Dus kijk daar ook eens naar. Dat is ja. Het eigenlijk. Nou, het is misschien goed dat wij er dan nu zijn. Want iedere week worden ook mensen genomineerd. Dus als je een beetje meeschrijft, dan ben je er misschien sneller aan. Dan hoef je niet zo gestrest te zijn precies, in november en december. Nu het allemaal gefilmd wordt, is het een stuk makkelijker. Ja. Om, en hoe langer je het doet, hoe makkelijker het ook wordt. Omdat je dan gewoon meer overzicht hebt. Dus dat scheelt ook wel. En je ziet zoveel wedstrijden. Dus de briljanten die vallen wel op natuurlijk. Ja, ja zeker. Ja. Nou, Diekman mag er wel bij. Ja, die stond er afgelopen jaar nog niet op. Maar dat is wel, als ik er eentje moet noemen waarvan ik denk, die heb ik gemist vorig jaar, dan is zij het wel, ja. Nou, Naomi heb je in ieder geval niet gemist vorig jaar december. Die stond erop.
Ja, ja, klopt. Ja, ja, nou ja, en volgens mij, ik ben altijd blij als dat dan een beetje uitkomt. Wat dat betreft heb ik een prima maand achter de rug. Want bijvoorbeeld Romee Leugter staat er al 3 jaar op en dat begint nu eindelijk echt te vallen. Esmee Brugsel 2 jaar. Naomi staat erop. Dus ik ben altijd blij om te zien als die meiden het goed doen. En dat is zo. Krijg je wel eens een belletje van iemand die zegt: hallo, mijn dochter staat er niet op? Een boze moeder of zo? Ja. Nee, nog niet. Nee. Oh, gelukkig. Ik zal even je nummer zo meteen opnemen. Ja, kunnen fijn, ze voor de boze moeder. Ja, en de vader van Naomi zit beneden, dus die staat er gewoon volgend jaar weer op. Precies, dat moet ik. Je moet nog langs hem. Nee, wist je dat Rivka een beetje in de gaten houdt ook, Naomi? Nou, eigenlijk niet echt, zeg maar, dat je dit allemaal deed. Nee. Maar nee, het is zeker leuk. Om te zien een beetje in Nederland wat er allemaal gaande is qua talent en zo. En ja, ik ben benieuwd weer naar volgend seizoen. En komende zo, dus. 20. Ja. En als we dan een beetje kijken, als je een kleine glazen bol zou hebben. Als je dan een opvolger voor Vivianne Minema, duurt nog even natuurlijk. Maar ja, wie moeten we in de gaten houden dan? Oeh, dat weet ik niet hoor. Hebben we het dan echt over een spits bedoel je? Of, Goed. Wie van jouw lijstje zie jij zie je toch wel snel echt doorstomen? Nou, ik heb die 20 namen staan er altijd in random volgorde op. Maar ik heb wel elk jaar een soort lijstaanvoerder. En dat is dan wel wat in mijn ogen echt het grootste talent is. Dus dat was 3 jaar geleden Aniek Nouwen. Vorig jaar was het Joelle Smits. Je moet overigens onder de 20 zijn, zeg ik er even bij. Oh, ja. Dus daarom staan sommige mensen er niet op. En dit jaar was dat Jonne van der Velde. En dat vind ik wel nog steeds. Ik zou, als ik er 2 noem, dan zijn dat Jonne van der Velde en Esmee Brugs. Want ik vind hun allebei zo getalenteerd en divers. En ook volwassen al voor hun leeftijd. Dat, ja, ik vind dat wel echt 2. Als ik er 2 moet noemen om in de gaten te houden, dan zijn zij het wel. Ja. Als je ziet hoe Esmee Brugs gewoon de wedstrijd bepaalt. En op 17-jarige leeftijd de beste van het veld is bij PSV. Dan ja, dat is echt heel mooi en heel vet om te zien. En ook technisch, jongen. Gewoon sleepbewegingen. Even schaartje hier, schaartje daar. En allemaal functioneel. Het is echt ontzettend leuk om te zien. En dan denk je wel van, de toekomst is bright, weet je wel? Ja. De toekomst is bright. Ja, in die lijst zeg ik ook van dat Esmee echt iemand is voor wie je naar het stadion komt. Ja. En dat wist ik al, maar het heeft mij wel verbaasd sindsdien hoe dat ze technisch geweldig is. Dat wisten mensen wel die herkenden. Maar dat ze ook inderdaad zo rustig is, zo productief inderdaad. Qua nu al wel best wel een paar doelpunten en assists en belangrijke passes. En inderdaad die rust. Ik weet nog dat ik haar interviewde voor het eerst na haar gewonnen doelpunt tegen ADO. En dat ik dacht, nou, hier staat een 17-jarig meisje. Die heeft net de invalbeurt van haar leven gehad. 3 belangrijke punten gepakt. Toen stond ze daar heel rustig uit te leggen. Ja. Gewoon heel nuchter. Toen dacht ik, oh ja, dat is wel goed. Dat helpt ook wel. Naomi, wie zou je uit je team erop zetten? Of wie moet Rivka erop opzetten eigenlijk? Laat het zo zeggen. Ja, Jill Diekman. Ja, Jill Diekman. Ja. Ja, nee, ze maakt echt wel een ontwikkeling door. En ja, elke wedstrijd zie je gewoon weer dat ze opvalt. Dus ja, nee, ik vind dat ze het echt goed doet. Ik denk dat er sowieso, als het zo doorgaat, best wat PEC-spelers op komen te staan, hoor. Dat is, PEC en ADO en Heerenveen doen het goed wat dat betreft. Ja. Maar jij zegt net de opvolger van Vivianne Minema. Dat vind ik nog wel interessant, want dat is een logische vraag. Vind ik ook de beste speelster van het Nederlands elftal. Maar dat is nogal wat, de opvolger van Minema. Want zij is nog hartstikke jong zelf. Katja Snoeys, Joelle Smits, natuurlijk ontiegelijk getalenteerde spitsen. Maar ze gaan niet spelen in het Nederlands elftal. Nee. Dus dat is nog wel. Ik vraag me nog wel af hoe zij zich ontwikkelen als je niet dat soort Europese topwedstrijden speelt in het nationale team. Kijk, ze gaan allebei bij topclubs spelen. Dus daar zullen ze echt wel hun minuten maken. Maar ik ben wel benieuwd wie de opvolger wordt van Minema, als je het zo vraagt. Want dan moeten we nog jaren op wachten. Als je naar leeftijd kijkt, dan kunnen we dat nog helemaal niet weten. Nee, nee. Dat kan ook zomaar iemand zijn die nu 15 is. Want ja, dat duurt nog jaren. Ja, dat duurt nog jaren. Ja. Een soort Queen Elizabeth, maar dan. Ja, die stopt er ook nooit mee. Ik voel een headliner aankomen. Ja, toch? Ja. Van welke speelster, Rivka, verwacht jij die misschien eigenhandig de play-offs naar de hand kan zetten? Dat is natuurlijk een grote vraag. Maar ja, wie moet er echt even bovenuit gaan steken in die play-offs? En dan hebben we het nu niet meer over jonge talenten per se, toch? Nee, dan gaan we echt kijken naar de top 4 in dit geval. Joelle Smits is natuurlijk wel een hele belangrijke factor bij PSV. Heeft niet de beste maanden achter de rug, maar als die in topvorm is, dan scoort hij eigenlijk elke wedstrijd 2 doelpunten. Dat is ook precies waarom PSV het jaar daarvoor had je Joelle en Katja Snoeys. En dat was echt, ga daar maar eens van winnen, dat kan eigenlijk niet.
Bij Ajax denk ik dat Sherida Spitsen wel echt een beetje meer... Ik weet niet of die de doorslaggevende rol moet spelen, maar... Ik verwacht nog wel een paar extra stappen van haar. Ja. En als zij wel belangrijk is en dat team mee kan nemen en leiding kan geven en in een beslissende wedstrijd een vrije trap in de kruising kan knallen, dan is dat natuurlijk wel echt van... Ook bij het Nederlands elftal is zij niet de beste speelster, maar zij heeft zo'n waarde voor dat team door die vrije trappen en die leidersrol. Dat zie ik nu nog niet helemaal bij Ajax, maar dat kan wel echt... Als dat middenveld überhaupt gaat lopen bij Ajax, dan wordt het opeens een heel ander verhaal. Ja, daar is het natuurlijk wel voor gehaald om die jonge spelers mentaal echt bij te staan. Ja. Dus dan moet het dan nu gebeuren, zeg maar. Nee, in de play-offs. Is ook zo. Ja. Het is nu of nooit wat dat betreft. Ja. Ja. Naomi, als jij kijkt naar de top 4, welke ploeg zie jij kampioen worden? Op dit moment FC Twente. Ja, als je 9-0 wint en ja, gewoon elke aanval zit erin, als het ware. Ze doen het deze paar weken echt goed. En ja, ik zie hun nu wel gewoon kampioen worden. Ja. Ja, nu we toch een beetje aan het stemmen zijn, kunnen we wel gelijk door naar de speelster van de week. Normaal sta jij daar altijd op, Naomi. Maar dat kan helaas niet. Wie vond jij het beste in de afgelopen speelronde? Rivka, begin ik met jou. Ik heb wel een paar namen in mijn hoofd. Maar ik begin maar gewoon met de meest voor de hand liggende. Want volgens mij kun je niet 4 keer scoren en dan niet op deze lijst staan. Dus ik begin gewoon met Annalena Stolze. En ik sluit me ook helemaal bij Naomi aan namelijk. Ik denk dat Twente daar zelf niet zo blij mee is. Dat die wel houden van die underdog rol. Maar volgens mij zijn zij op dit moment het beste team. Dus Stolze. Ja, als je 22 keer scoort in 3 wedstrijden. Nou, inderdaad. We weten niet of dat al eerder is voorgekomen, maar ik denk het niet. Ja, we hebben het eigenlijk te weinig gehad over Twente. Hier bij deze, want net was de vraag inderdaad, waar moeten we op letten? Volgens mij hoeven we maar op 1 ploeg te letten. Dat is Twente. Als jij, ze hebben een visitekaartje afgegeven, dat is niet normaal. Ze hebben eigenlijk gewoon ongeveer alle aanzichtkaarten uit Enschede gekocht, 1500 ballonnen erbij besteld en dat was hun visitekaartje de afgelopen 3 weken. Dus we kunnen het wel. We hebben het heel veel over Ajax en PSV, maar dat ze eigenlijk Twente krijgt, moet alle credits krijgen voor de komende play-offs. Dat is echt in mijn ogen de ploeg die je moet verslaan. Ajax en PSV gaan het daar heel zwaar mee krijgen. En de eerste generale is natuurlijk aankomend weekend. Daar kunnen we wel heel veel misschien uit opmaken. Ja, maar ja, FC Twente even nog wat extra credits voor hoor. Want jongen. Echt een team staat er, hè? Ja. En echt vechtlust. En dat zijn wel 2 dingen die ik mis bij Ajax en PSV op dit moment. Ja. En wat zij wel doen en wat PSV en Ajax gewoon niet doen, is gewoon die ballen afmaken. Kijk, de keeper van VVV staat er niet altijd lekker bij. Maar ze schoten echt ene naar de andere goal gewoon in de kruising. Een lopje. Het was echt unstoppable. Gewoon precies wat je hoort te doen als je afwerkt. Dat doet Twente wel. En dat is echt een verademing om te zien. Dus ik denk dat Twente kampioen wordt. Was dat al gevraagd eigenlijk? Ik wilde het vragen, maar ja, nu dus wel weten we dat. Ja. Nomineer je ook iemand van Twente als beste speelster? Nou ja, dat zou ik eigenlijk ook voor Stilse gaan. Maar die is al gekozen, hè? Ja. Dus dan ga ik voor... dan ga ik voor Sonic Dessing. Aardig goaltje ook, keihard in de kruising. Prima. Precies, goed afgemaakt, daar hou ik van. Knap af van Nado. Ja, en ze had vorige week de telefoon en dat vind ik natuurlijk... Dat vind ik ook leuk dat ze opnam. Ja. En dan weet ik natuurlijk volgende week dat hij ook weer gaat scoren. Dus het is wel lekker. Ja, zeker. Naomi, wie nomineer jij? Ik kan het bijna raden, maar kom maar door. Ja, als ik over de hele wedstrijd kijk, dan ga ik wel voor Joe Diekman. Want ja, elke bal achterin daar op het middenveld zit er net altijd tussen. En ja, als punten achter scoren, dat is ook nog wel knap, vind ik. Dus dan ga ik voor Joe. Ja. Ja. We gaan de stemmen weer erbij schrijven. Volgende week dan stemmen we weer naar de nieuwe ronde. En dat zijn de wedstrijden VV Alkmaar tegen Heerenveen. PEC tegen Excelsior. De topper PSV tegen Twente. En Ajax die speelt tegen ADO. En ja, we zeiden het net al even. Het is eigenlijk een voorbode voor die play-offs. Die laatste 2 wedstrijden. Ja, een beetje jammer misschien wel zelfs. Want dan gaan we nu nog een keer naar zo'n ronde kijken. En daarna gaan we weer. Ik ben vorige week opgekomen voor de play-offs. Maar dit vind ik dan net jammer. Ja, ik wilde zeggen, maar... Ik denk dat je gelijk hebt. Dat we zondag pas echt gaan zien ook hoe goed PSV is bijvoorbeeld. Want ik denk dat de wedstrijd tegen Ajax daar eerlijk gezegd niet zo heel veel over zei. Omdat Ajax gewoon echt niet goed was. Dus ik denk dat we na zondag wel een stuk meer weten. Ja. Maar het kan alle kanten op. Ik kan me geen seizoen herinneren dat het zo spannend was. Dus echt leuk. Maakt het gewoon wel echt leuk, hè? Ja, ik heb echt heel veel zin in die play-offs. Ja, ik ook wel. Maar we moeten nog 1 rondje even wachten. Ja. We zijn bijna aan het einde gekomen van deze aflevering van Pure Energie Eredivisie Vrouwen, de talkshow. Maar Sanne, wij hebben nog een klein cadeautje weg te geven. Namelijk, ik ga hem er even bij pakken. Deze witte Pure Energie Vrouwen
hoodie. Nou, volgens mij heel mooi. En ja, je kon hem winnen als je een leuke comment achterliet op ons YouTube-kanaal of op onze Instagram-kanaal. Jorieke van Burken, die wint de trui. Ze schreef ons dat ze dit een leuke talkshow vindt en dat ze niet altijd alle wedstrijden kan kijken omdat ze zelf moet trainen. Maar dankzij ons blijft ze toch op de hoogte. En ze hoopt dat er ook weer snel publiek mag zijn bij de wedstrijden. Nou, volgens mij kunnen we dat laatste zeker met haar delen. Dus Jorieke, wij gaan contact met jou zoeken en dan komt deze trui naar jou toe. Wil je nou ook zo'n trui winnen? Laat dan even 5-sterren recensie voor ons achter als je deze talkshow luistert via Apple Podcasts. Of schrijf een comment op YouTube of ons Instagram-account @pureenergieev. En vergeet ons allemaal niet te volgen, natuurlijk. Nou, voor nu wil ik mijn gasten hier in de studio bedanken. Rivka op het veld, Sanne van Dongen en Naomi Hilhorst. En we sluiten traditiegetrouw af met een historisch moment van het vrouwenvoetbal. Deze week is dat er eentje die, denk ik zelf, bij velen op het netvlies gebrand staat. Namelijk de tranen van Daphne Koster nadat de Oranje Leeuwinnen in 2019 voor het eerst in de geschiedenis de finale van het WK-voetbal behaalden. Pak de zakdoekjes er maar bij, jongens. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot volgende week. Nummer 7. Geen woorden, maar tranen. Op de avond van woensdag 3 juli 2019 zocht Daphne Koster, analist voor de NOS, naar woorden. Er kwamen enkel tranen. Een paar minuten daarvoor hadden de Oranje Vrouwen in het Parc Olympique Lyonnais in Lyon een historische overwinning geboekt op Zweden, waarmee het Nederlands vrouwenelftal zich voor het eerst had geplaatst voor de finale van het WK. De emoties van Koster, die zelf 139 keer het oranje shirt had gedragen, raakten de televisiekijker en de andere aanwezigen in de studio in het hart. Collega Pierre van Hooijdonk strekte zijn arm en legde even een hand op haar schouder. Koster kwam uit de tijd waarin plaatsing voor een groot toernooi niet vanzelfsprekend was. Een tijd waarin het Nederlands elftal haar oefenwedstrijden speelde op het veld van een amateurvereniging, voor een tribune die vooral was gevuld met familieleden en de gemiddelde voetbalkenner met moeite één naam van de selectie kon noemen. Meestal was het die van Koster, de aanvoerder met de blonde manen gekamd op een manier alsof ze tegen de wind instreed. En vaak was dat ook zo. Niet alleen binnen de lijnen, maar ook daarbuiten. Waar onrecht was, daar was Koster. Ging het om betere kleding, hogere beloningen en meer erkenning voor het vrouwenvoetbal, dan sprong de captain van Oranje op de bres. Zij, die na het behalen van de halve finale van het EK in 2009 een van de eerste boegbeelden werd van het Nederlandse vrouwenvoetbal, speelde zelf nooit op een WK. Maar de tranen in Lyon vertoonden geen spoor van jaloezie. Het waren tranen van opluchting, van blijdschap en met name van trots. Toen ze eindelijk haar woorden had gevonden, sprak ze: "We komen van zo ver. Als je dan die meiden ziet en als je weet wat ze ervoor gedaan hebben, dat is ontzettend knap."